lieve vrienden. Het is vandaag dinsdag 25 juni en we leven om 12:54. Ik lag gisteren dus al heel vroeg op bed. Ja, want ik kon niet meer, ik was gebroken, ik was kapot, echt helemaal af. Maarten is dus binnengekomen, nou ja, ik geloof dat ik jullie dat al wel verteld had, maar dat weet ik even niet zeker meer. Maar dat doet er niet toe. Ik wens jullie in ieder geval wel weer een welkom bij een nieuwe vlog bij ons, Corina en de Beestenboer. Het is bloed en bloed heet en toch ga ik straks heel eventjes lekker over de Juttersmarkt heen. Want vandaag is de eerste Juttersmarkt er weer. Ja, dan wil ik toch weer even overheen rijden. En kijken of wat bijzonders is, ja of nee. Maar dat merken we dan wel weer. Ja toch, en ik moet naar de FOMA toe, want mijn kaas is op. Ja, dus even kaas halen. En dan kom ik weer thuis. Hier ook druk aan het werk. Ja. Daar was. Moet proberen weer eens zien te renderen. Ik moet de vlog van Karin moet helemaal uit elkaar puzzelen en in elkaar passen omdat dat door de war zit. Als je 2 of 3 batterijen gaat gebruiken in je GoPro, dan komt dat allemaal door elkaar heen te staan. Is niet leuk. Nee. Dus ja, dan moet je puzzelen. En dat is een hele klus inderdaad. En daarna, dan zet ik hem tussendoor, zet ik dat online. En ik geloof dat het ook wel 2 of 3 filmpjes worden. Maar die zet ik er dan even tussendoor. En dan, dat is iets extra's. Dat hoort bij Karin, weet je. Dat is Karin haar ding. Dus, en Karin heeft hem al een tijdje online, geloof ik. Dus ja, dat voor mij behoort er eigenlijk ook dan nog bij. Maar ja, oké, dat begrijpen jullie zelf natuurlijk wel. Daar hoef ik geen uitleg voor te geven. Maar in ieder geval ook Sandra die komt. Maar hoe laat weet ik niet. Dus ik ga mijn eten opeten, mijn koffie drinken en ik ga. En dan hoef ik ook niet zo lang weg te blijven. Het wordt alleen maar heet erop. Dus. En dan kun je beter in je huisje zitten, in de schaduw. En dat vanavond alles openzetten, want vanavond wordt het koeler, is beloofd. Dus kun je alles openzetten tegen elkaar en dan krijg je frisse lucht. Het is nou echt benauwd. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Ga ik dus ook doen. En ja, het is overal prachtig mooi weer. Ik denk bij jullie ook wel, toch? Ja, dacht ik wel. Nou, ik zou zeggen, tot later. Ja, een goedemiddag lieve vrienden. Het is alweer, hoe laat leven, 16 minuten, nee, 5 over 4. Ja, 16:05. Ik heb het druk gehad, ik ben naar de markt geweest. Ik heb nog geen kaas weten te halen. Nee, want dan ben ik glad vergeten omdat ik weer een ander heb geholpen. Ik kwam een heel jong vrouwtje tegen en ja, die zat bij een kraam te kijken en toen wou er een man, de verkoper, die wou haar wat aansmeren. Die zei van het is lekker luchtig. Ja, ja. Nylon, is dat luchtig? Nee, dan ga je juist meer zweten. Neem iets van katoen. Ja. Maar niet nylon. En dat wou die eraan smeren en dat vond ik zielig. Ik denk, nou, ik bemoei me er eventjes mee. Ik zei, nou, ik zei, dat is nylon, dat zou ik maar niet doen hoor. Ik zei, dan ga je nog meer zweten zo. Dus ze heeft het ook niet gedaan. En ze voegde haar bij mij. En ze zei, ja, ze zegt, ik kan niks vinden van mij. Ik zeg, hoezo dat niet? Ze zei, nou, er zijn hier geen winkels meer met mijn maat. Ik zei, nou, zeker wel. Dus ik heb er even meegenomen naar een speciaal winkeltje. Ik zeg, hierover verkopen ze het van maat 38 tot en met maat 50. Nou, en dat klopt. Zij zit nog onder de 50, dus ze is daar ook geslaagd. Dus ja, hartstikke blij. En nou ja, zo raakten we aan de praten enzovoort. En ik zeg, nou, ik zeg, heeft zin in een bakkie? Ja, lekker. Nou, het is ermee gegaan naar mij. Ja, gezellig toch? Hebben gelijk het telefoonnummer even gewisseld en hartstikke leuk en aardig. En hartstikke wel weer. Ja hoor, komt allemaal goed. En nou ja, ook Sandra van Cirolo is geweest. En nu moet ik Karin nog bellen. Ja, had ik er ook beloofd, want die belde me onderweg op. Ja,
Die telefoon was kokend heet. Van de zon. Kon hem amper vasthouden. Dus ik heb maar even geroepen van ik bel je wel als ik weer thuis ben. Nou, ik ben thuis, maar gelijk visite, dus dan kan je ook niet gaan zitten te bellen. Dus ik ga nu haar zo even bellen, kijken hoe en de wat. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog even verder van jullie middag en we spreken elkaar straks alweer. Doei, doei! Een hele goede morgen, lieve vrienden. Het is vandaag alweer woensdag. En het is 26 juni en we leven om 10:42. Het is ietsje voor, die heeft het al kwart voor, maar dat maakt niet uit, nee hoor. Maakt helemaal niet uit. Het is vandaag grijs. Het is een heel eind koeler, maar in huis is het nog bloedheet. Ik heb de deur wel open, maar op de kleinere haak, zodat er geen katten er doorheen kunnen. Anders dan weet ik het wel, want dan is het om de haven braak. Met van deur open, deur dicht. Nou, bekijk het maar even. Ik heb hem net binnen gelaten, dan blijft hij maar even binnen. Simpel. En Frodo is ook al buiten geweest. Die ligt op de bank. Ik krijg zo meteen weer een begeleider op bezoek. Waarvoor ze komen wegen, want ze doen er helemaal geen normale harnis meer voor je. Nee. Ja, oké, ik laat helemaal wat klusjes doen. Nou ja, oké. Prima. En Rebecca, die komt zometeen ook eraan. Die heb ik wakker gebeld. Die gaat ook voor de pijn. Maar ja, heb ik ook. Het leven gaat toch door. Dus opstaan en verder gaan. Ja hoor. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Ik ga een bakje koffie maken en een broodje nemen. En voor de diertjes verder zorgen. En ik zou zeggen, we spreken elkaar later weer vandaag. Doei doei. Ja, niet schrikken zal ik zeggen, want ik heb mijn haar weer even een beetje bijgedaan. Dat moest ik vandaag doen. Dat werd me door de kapper gezegd. Zeg dan en dan eventjes bij het haargroei even weer aandikken. Nou, dat heb ik dus gedaan en dan moet ik het er een uurtje in laten. En dan kan ik het eruit spoelen. Dus ik ben benieuwd, ja. En nou, ik ben met een maatje even aan het appen. Die zit in het buitenland vanwege zijn werk. Hij is vrachtwagenchauffeur. En het is daar 41 graden en dan komen wij hier eraan met 18,5. Ja, en dat op de vlakte hier dan, hè? Niet in huis of hier in de bebouwde kom, is het weer een paar graden meer. Maar hij, 41 graden, echt abnormaal voor een normaal mens. Mensen die het gewend zijn, ja, die kennen er beter tegen dan dat wij, hè? Kan dat? Voor jou, ja. Maar oké, ja, kan dat, komt erin. Maar oké, ik heb lekker een bakje koffie voor mijn neus staan. Ik ga lekker aan de koffie. En we zullen zien hoe het uitpakt met mijn haar. Ja toch? Dat komt allemaal goed. Ik zal het resultaat laten zien straks. Dat ik zou zeggen, tot dan! Ja, hallo lieve vrienden. Het is vandaag weer donderdag 27 juni. En we leven om 13:23. Diertjes heb ik eindelijk te eten gegeven, want ik heb hier weer eigen mijn lichaam even lekker aan het verzorgen geweest. Lekker rustig aangedaan vanochtend en daarna mijn lichaam even lekker verzorgd. Ik had voor mijn verjaardag ook daar spulletjes voor gekregen. Voetencreme, voetenbad, weet ik veel, maar dat is badzout. Ik heb niet een badkar in, nee. Dus ja. Maar de voetencreme heb ik gebruikt. Heerlijk, lekker geurtje, zuinig. Ja, dat helemaal heerlijk. Nou, en ik had nog een body lotion, dat heb ik gebruikt. En nog voor mijn bovenlichaam heb ik nog een cremetje gebruikt. Lekker rustig aangedaan en genoten ervan. Ja, dat, wat dat er gaat, ben ik wat laat. Dus ik moet zelf nog ook even eten. Nou, dat ga ik zo meteen doen. En ik moet nog naar de Vomer, heb ik gisteren niet gedaan. Ik moet nog kaas hebben, ik heb geen kaas meer. Ik wil kaas hebben op mijn brood, ja. En kijk wat er nog meer op is aan vleeswaren, want dat haal ik altijd bij de Vomer. Een enkele keer is bij de DK, maar normaal gesproken bij de Vomer. Ja, en natuurlijk wens ik jullie ook weer welkom bij deze vlog. Ik heb gisteren niet afgesloten, niet meer aan gedacht, met mijn hoofd bij andere dingen bezig.
Maar ja, het doet er allemaal niet toe. Nee. Het is gewoon een hectische week gewoon. En ja, mijn verjaardag, Karin en Roderick, onverwacht zie je wat niet zou. En ik zou ze eigenlijk pas aanstaande zaterdag zien. Want dan hebben wij, even zien hoe heet dat, Veteranendag. Aangezien dat mijn man ook een veteraan was en die er altijd nog eens een keer heen wou met mij en laten zien wat het was, daar is hij helaas niet aan toegekomen. Dus ik doe het nou uit naam van mijn man, maar ook van mezelf, want ik wil het graag zelf ook meemaken. En uiteraard ja, op uitnodiging van Karin en Roderick ga ik erheen. En die halen me ook van het station op. Maar ik krijg een hele leuke rit. Ja, en rijden hier vanaf Den Helder naar Sloterdijk. Geen treinen. Nee, waarom? Nou ja, jullie weten het al wel, denk ik. Ze zijn weer aan het werk. Aan het spoor, ja. Dus ze zetten bussen in. Maar deze dame kan met haar scootmobiel niet in een bus. Nee. Dus krijg ik een taxi aangeboden vanaf mijn huisje. Ja, ja. Naar Sloterdijk. Daar word ik keurig netjes op de trein gezet. En dan halen Karin en Roderick mij op. En de terugweg idem dito, s'avonds. En dan brengt de taxi vanaf Sloterdijk mij weer terug naar huis. Dus ja, hoe geweldig wil je het hebben? De NS betaalt hoor. Ja, hoef ik niet te doen. Ik ben er helemaal blij mee, tenminste een fatsoenlijke reis. Want vorige week, vrijdag de 14e, dat Karin geopereerd was. Die reis was niet prettig, dat weten jullie, maar ja. Maar het komt wel goed hoor. Ja hoor, het komt allemaal goed. Ik moet ook van Karin nog, van haar operatie, moet nog steeds in elkaar zetten. Maar ze zou er ook bij helpen, want het is een heel geheim om dat in elkaar te krijgen. Dat zal ik van zaterdag weer krijgen. Oh ja, houd je wachtel. Ja, goed zo. Wat is er nou weer gebeurd? Als je dat geluid bij mij hoort, of de sirene, dan is er wat gebeurd. FGE arts, zorg Den Helder. Oh, er wordt een arts opgeroepen. Ja, er wordt een arts opgeroepen. En waar moet die man naartoe, of die vrouw? Niet eens niet bij zo. Ja, ze hebben het met code gedaan. Kijken waar ik uitkom hoor, op de plattegrond. Ze kunnen het niet vinden. Zal wel weer ergens wezen wat wij niet mogen weten. Nee. Maar ja, komt goed. En dan krijg ik straks misschien de sirene nog. Maar oké, maakt niet uit. Mijn lieve vrienden, geniet van jullie dag. Doe het met een glimlach. Het is hier weer wederom grijs. Ja, ik weet niet of het koud is, maar in huis is het nog lekker warm. Morgen komt de temperatuur weer omhoog. Maar ja, ik heb wel blote benen en ik ga niet mijn geweer omkleden. Nee, dus die blote benen die worden me koud. Niks aan te doen. Doe ik dus zoals thuis kom ik in sokken aan. Ja. Maar in ieder geval, ik kan een vest onder mijn jas aan doen en dan is dat wel weer goed. Komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van alles. Doe leuke dingen. Wees lief voor elkaar. Geef elkaar de hand. En niet de vuist. Nee, nergens voor nodig. Doen we niet aan mee. Ewen, die zit nog zo lekker te eten, daar geniet ik van. Maar oké, lieve vrienden, doei doei. Ja, lieve vrienden, het wordt alweer een beetje schemerig, wil ik niet echt zeggen. Maar het is wel donker weer, omdat het de hele dag al donker is. Ja, het is grijs, het is niet lekker, nee. Het was ook koud hoor, vanmiddag op de booster met mijn blote benen, ja. Maar oké, ik heb hetgene gedaan wat ik moest doen. En ik ga nou weer een lekker bakje koffie maken en mijn medicijn innemen. Want anders gaat het natuurlijk fout en dat moet niet. Ik krijg morgenavond ook nog weer visite van mijn verjaardag nog, want die konden niet komen omdat ze ziek was. Dus ja, en dan heb ik het heel erg druk, want ik moet morgen... Astrid die komt trouwens niet, nee, want die heeft ook dingen te doen.
Ik moet morgen om 12:30 fysiotherapie. Ik moet morgen om 14:00 bij de huisarts. Dus in één en hetzelfde gebouw. Morgenochtend daarvoor komt eerst Rebecca, want die is vandaag niet geweest, omdat ze gisteren hier was. Komt ze dus nou vrijdag. Ja, en dan moet ik ook even goed nog aan het werk om de spullen klaar te maken voor zaterdag, wat ik mee moet weer naar Roderick en Karin. Want ja, ik ga weer naar Den Haag toe, maar niet naar hun huis. Nee, ze komen mij ophalen en dan gaan we naar de Veteranendag. Ja, dat doe ik ook voor mijn mannetje die in de hemel is. Ik wil het zelf wel eens meemaken. Het zal een dag worden met een lach en traan, zei Karin tenminste, want het is ook iets emotioneels. Ik heb het nog nooit meegemaakt, dus dat is afwachten. Ja, we zien wel hoe het gaat worden. En komt, ja, het wordt weer warm. Ja, dat ik heb een rieten hoedje gekocht. Ja, echt leuk. Maar dat zien jullie dan wel. Ja hoor, komt altijd goed, want ik neem jullie toch weer mee. Want ik wil de Veteranendag ook vloggen, dus ja, gaan jullie ook gewoon gezellig mee. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Ben ik trouwens al mee bezig. En ik zou zeggen, voor later welterusten, lekker slapen met mooie dromen. Gezond uit je bed zien te komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!